Nou, voor de mensen die niet weten hoe speeddate helemaal eraan toe gaat, dat is eigenlijk heel simpel. Alle vrouwen die gaan zitten achter een tafeltje. En dan komt er een man en dan praat je daar 5 minuten mee. En als het leuk is, dan geef je een krul. En als je denkt, nou, dit wordt niks, dan zet je een kruisje en dan komt de volgende en de volgende en de volgende. Dus zo was ik aan het speeddaten en dan ontmoet je gewoon op één avond gewoon 20 tot 25 vrijgezelle vrouwen. En dus ik was aan het speeddaten en bij mij kreeg ik al vrij snel reacties als spreek je toevallig ook Engels, want dit trek ik helemaal niet. En zo ging dat door. Totdat ik op een gegeven moment tegenover een meisje ging zitten, jongens. Ik had dit nog nooit gezien. Dat meisje, dat hele gezicht, dat zat onder de piercings. In de neus, in de oren, in de tong, in de lip, in de onder de piercings. Dus ik dacht, ik weet niet wat dit helemaal gaat worden, maar misschien heeft ze wel een hart van goud, wat waarschijnlijk loopt op batterijen. Ik denk, we moeten het toch proberen. Je weet het soms niet met mensen. Dus ik ga zo tegenover haar zitten. Ze was ongelooflijk zenuwachtig. Dus ik zit zo tegenover haar. Ik zeg, mijn naam is Ronald. Waarop zij zegt van, ik ben Saskia. Ja. Ik moet helemaal niks hebben van geen spieren. Van doodnerveus, doodnerveus. Ja, want mijn vriendin had me dan opgegeven. Zou je samen lekker speeddaten? Dan heeft zij corona. En zit ik hier helemaal alleen. Verdoken met al die mannen. Verdoken met al die mannen. Waarop ik zei, Saskia, lieve schat, doe maar rustig. Doe maar rustig. Lieve schat, Saskia, vergeet dat hele speeddate even 5 minuten. We gaan gewoon even leuk kletsen. En als er iets in zit, dan is het leuk. En als het niet lukt, maakt het ook helemaal niks uit. Dankjewel. Ik vind het helemaal lekker. Het hele spierzet. Met al die man wordt ook een feestje van. Maar even rustig worden. Hè, een stokje water. Zo, ik zal wat over mezelf vertellen. Mijn naam is dus Saskia. Ik woon dus hier in Utrecht in de Nobelstraat. Ik werk dus hier in Utrecht bij Gintje Kappers. Ik werk bij Gintje Kappers. Ik vind het heel erg leuk om te werken bij Gintje Kappers. Wat ik zo leuk vind aan Gintje Kappers is, stil nou even. Wat ik nou zo leuk vind aan Gintje Kappers is, je kan werken met kleurtjes. Je kan heel erg leuk werken met je kleine kindertijd. Ja. Van de week was ook zo verschrikkelijk leuk bij Gintje Kappers. Ik had iemand in de stoel zitten en het was gewoon permanentje. Permanentje. Dus ik moest hem eerst even uitspoelen. Ik zei, is het lekker warm? Is het lekker warm? En toen zei mijn collega, je moet ook even vragen of je een beetje koffie wil. Dus ik, wil je ook een kopje koffie? Wil je ook een kopje koffie? Dus ik dacht, nee, oké. Dus ik ben terug naar het keukentje. En toen stond daar de stagiaire en die toen een heel leuk filmpje zien. Ja, een filmpje zien op TikTok van een klein hondje op een eenwieltje met een raar hoedje op. En het hondje dat dit, ja. Maar dat is dus weer typisch Gintje Kappers. Waarop ik zei, Saskia, dankjewel voor die uitleg. Oh. Lieve Saskia, wij hebben nog 1 of 2 minuten. Ik wil nog 1 ding van jou weten, lieve schat. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig, Saskia. Hoeveel piercings heb je nou eigenlijk in godsnaam in je gezicht zitten? Oké, dat is inderdaad wel een goede vraag, of ik heb het gezegd. Ik heb in mijn gezicht 17 piercings. En in mijn voef heb ik er nog 6 zitten. Zes oorringen door je voef, jongens. Ik heb niet eens zo'n apparaat, ik bedoel dit. Ik snap dat de benen over elkaar gaan, dames. Oh. 6 van die oorringen door je voef heen, jongens. Maar toen dacht ik, er zijn ook mensen, dat is hun werk, om oorbellen door schaamlippen heen te ragen. Ja, ik moet er niet aan denken. Oh mijn god, daar ligt zo'n vrouw, die ligt daar dan, hè, zo. En ja, ik krijg nou benauwd. En dan, eerst zo'n handschoentje aan en dan moet je zo'n schaamlip pakken.
Dan moet je zo'n naald pakken, ligt die naald weer helemaal in. En dan moet je vervolgens die naald door die kamer heen, hey Jensen. Nou, op zo'n moment zou ik mijn moeder horen zeggen van... Och, Ronald, had ook je HAVO afgemaakt. Dat zou dan gebeuren. Dit is helemaal niks, maar... Dus het is allemaal niks geworden, maar het was wel zo. Ik kwam thuis, jongens. Ik kwam thuis en ik dacht bij mezelf, ja, dit is niet mijn type vrouw. Ik denk dat bij Saskia, nou, gewoon veel beter een man past. Ja, die dat ook gewoon heel mooi en heel leuk vindt. Dus dat Saskia bijvoorbeeld een man heeft die heeft een tongpiercing. Maar toen zat ik te denken, stel je nou eens voor dat Saskia straks een vriendje heeft, die heeft een tongpiercing. En die gaat tussen de benen Saskia hier verwennen. En die komt met die tongpiercing vast te zitten achter zijn schaamlipoorbel. Een deel van het publiek is niet te choqueren, merk ik. Maar goed. Het lijkt me vreselijk, dus dat je daar zo op bed ligt, dat je zo op bed ligt en in één keer... En dan? Ja, dan moet je 112 bellen. Dan ligt die telefoon helemaal op dat nachtkastje, dus dat je met z'n tweeën... Henk, weet niet veel... Henk, weet niet veel... En dan moet je 112 nog bellen. 112 alarmcentrale, wat kan ik voor je doen? Je moet een ziekenauto komen! Au! Er moet een ziekenauto komen! Er moet een ziekenauto, ik heb pijn, er moet een ziekenauto komen! Ik hoor dat u heel veel pijn heeft, mevrouw. Kunt u vertellen wat er aan de hand is? Ja, dat kan ik niet zeggen! We moeten wel weten wat er aan de hand is, anders kunnen we u niet helpen. Ja, mijn vriendje zit met de tongpiercing vast aan mijn kut. Wat zegt u? Ja, mijn vriendje zit met de tongpiercing vast aan mijn kut. Uw vriendje zit met de tongpiercing vast aan uw vulva. Nee, het zit vast aan de kut. Er moet een ziekenauto komen. Oké, mevrouw, blijf rustig liggen. Blijf rustig liggen. We komen eraan. Ja, maar de deur zit op slot. De deur zit op slot. Oké, kunt u die deur even open doen? Nee, want mijn vinger zit vast aan de kut. Oké, mevrouw, even rustig blijven. Is er iemand die een sleutel heeft, zodat we naar binnen kunnen komen? Ja, mijn moeder. En dat die moeder dan binnen komt lopen en die Saskia ziet zitten met die kerel in die rosbief. En dat die moeder ook zegt, och Saskia, had ook je HAVO afgemaakt. Dat zou er gebeuren, ja.